Hoe hebben jullie de coronacrisis nou een beetje overleefd met die jongeren? Hikken en wegen, wat mag wel, wat mag niet natuurlijk. Het jongerencentrum hebben we helaas moeten sluiten de afgelopen maanden. Daarnaast zijn wij online heel actief geweest op Instagram, Facebook. Voeg ons allemaal even toe op de Zienhouse pagina's. En daarnaast zijn we ambulant heel actief geweest om toch het gesprek gaande te houden met de jeugd. Te kijken waar zij tegenaan lopen en daar ondersteuning in te bieden. Dus op die manier hebben we toch een beetje onszelf door de coronacrisis weten te wurmen. Je zei het al, jullie waren heel veel ambulant. Ja, er is natuurlijk ook een jongere groep van boven de 16. Ja, die zit dan buiten. Was het nog lastig om die jongeren te vinden of zaten ze gewoon op de bekende plek in de jobs? Over het algemeen zaten ze vaak op de bekende plek. En nu dat jullie weer open gaan, zowel voor de jongeren als voor de iets oudere jongeren van boven de 16. Hoe hebben jullie dan een indeling in gedachten hier in het Zienhouse? Want dat zal wel lastig zijn met 1,5 meter. Ja, dat was even wat aanpassingen verrichten. Zoals je ziet hebben we de hele vloer hebben we hier afgetaped in 6 verschillende vakken. In ieder vak mogen 2 jongeren zich bevinden, zeg maar. En binnen het vak moeten ze die 1,5 meter afstand waarborgen. Daarnaast hebben we desinfecterende gel bij de ingang staan, waardoor ze even de handjes moeten desinfecteren voordat ze binnenkomen. Op die manier proberen we zeg maar wel alle coronamaatregelen een beetje te handhaven. En er staan ook nog pijlen op de grond trouwens met looproutes, dat ze niet tegen elkaar in de richting gaan lopen. En Dimitri, je gaf het al aan, er zijn vakken ingedeeld hier in het Zienhouse voor de jongeren. Daar moeten ze hun afstand bewaren, 1,5 meter. Zien jullie binnenkort ook nog weer de optie om weer de discoavonden te kunnen neerzetten? Of wacht je daar nog even mee tot na 1 juli? Dat het er voorlopig even niet in zit, omdat onze discoavonden erg druk bezocht zijn. We hebben gevallen waar we 100 man binnen hebben. En zoals je ziet, ja, de ruimte is relatief klein. Dus dat lijkt ons op het moment niet het verstandigste om te gaan doen, zeg maar. En hebben jullie wel andere vervangende activiteiten voor de jeugd? Yes, voor de groep 7-8 doelgroep is dat op de woensdagmiddag van 2 tot 4. We hadden voorheen de kindermiddag ook altijd. En die zijn we vandaag ook weer mee gestart. Dus die activiteiten blijven wel staan, gelukkig. Maximale aantal wat jullie nu binnen mogen laten? 12 jongeren. Bij de doelgroepen, zeg maar. Bij de oudere jeugd mogen er maximaal 12 binnen. En bij de groep 7-8 doelgroep. En nu dat de openingstijden voor de scholen straks ook verruimd worden, er is vanmiddag, tenminste deze dag, is er een persconferentie door premier Rutte, waarbij hij ook gaat vertellen dat de scholen eigenlijk weer gewoon normaal mogen gaan werken. Zien jullie daar ook nog een pluspunt in? Niet in hoeverre we daardoor een hoger aantal kinderen, jongeren hier binnen kunnen hebben, omdat wij natuurlijk te maken hebben met bepaalde afmetingen en je uiteindelijk wel die 1,5 meter moet waarborgen. Heb jij nou het gevoel dat het Zienhouse weer open mag voor de jongeren? Ja, ik weet dat de jongeren het ontzettend gemist hebben en wij natuurlijk ook. Je contact is toch anders. Je zoekt ze ambulant op straat. Daar zijn ze ook niet altijd even blij mee. En daarnaast hebben we heel veel eigenlijk online gedaan. Dus echt het contact bijhouden en ook de coaching en de begeleiding. Maar allemaal via WhatsApp, via bellen. Ja, en dan is elkaar gewoon kunnen zien en elkaar kunnen spreken. Dat heeft zoveel meerwaarde. Dus ja, we zijn ontzettend blij dat we weer open kunnen. Er is toen ook nog overleg geweest met de gemeente met bepaalde regels waar jullie aan moesten voldoen conform het RIVM? Ja, we hebben zeker de richtlijnen van het RIVM moeten volgen. We hebben van tevoren een heel protocol opgesteld. Als er nou jongeren voor de deur staan, maar het aantal jongeren is al binnen. Hoe gaan jullie dat oplossen of doe je dat in een aantal groepen op de dag verdeeld? Nou, we hebben eigenlijk heel duidelijk aangegeven bij onze social media kanaal en ook al bij de jongeren zelf die we zijn tegengekomen tijdens onze ambulante rondes. Van we hebben een maximaal aantal jongeren, weet dit ook, dat is 12. Bij de kindermiddagen geef je van tevoren op, want vol is vol. Dan krijg je gewoon te horen, helaas, we hebben geen plek meer. En bij oude jongeren is het eigenlijk heel duidelijk, als het hek open is, dan hebben we plek. En dan zijn er minder dan 12 jongeren, is het hek dicht helaas en zul je moeten wachten tot er iemand weggaat. En voor de oudere jongeren, ja, er zijn natuurlijk ook wel competities die gespeeld worden, voetbalspel, een potje lekker tafeltennissen met elkaar, dat wordt toch een beetje lastig nu? Ja, klopt, want ook zij moeten de afstand bewaren. Nou is een tafeltennistafel gelukkig erg groot, dus die hebben we wel neergezet, want dan kunnen ze toch de afstand houden. Hetzelfde geldt voor darten, dat moet met een tafel ertussen, zodat ze ook de afstand tot elkaar hebben en tot het dartbord. Verder zijn we wel aan het kijken, want sporten worden natuurlijk wel steeds meer toegestaan, mits je die 1,5 meter maatregel blijft hanteren, om ook met de sportbuurtcoach te kijken van hey, wat kunnen wij de jongeren eventueel ook op dit gebied gaan bieden. Dus eventueel buitenactiviteiten met sporten voor de deur, dat zou nog een optie zijn? Ja, dat zou zeker een optie zijn. En dan misschien niet het klassieke partijtje van voetbal, want dan kom je te dicht bij elkaar. Maar een soort lijnvoetbal of 1-op-1, er zijn mogelijkheden. We moeten ze alleen zelf nog gaan ontdekken.